Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er strenge regels moeten komen voor bushouders die schoolkinderen vervoeren. Ze sprak journalisten vandaag kort voor de ministerraadsvergadering. Ze stelt dat er recentelijk is gekeken naar de bussen waarmee schoolkinderen worden getransporteerd en concludeert dat de staat waarin bepaalde bussen verkeren niet door de beugel kan. Slechte bussen. Soms worden er bussen ingezet waarvan ik denk, daar zou ik niet in willen zitten. Als ik er niet in wil zitten, wil ik ook niet dat mijn kinderen erin zitten. Dus we hebben bussen van de leen gehaald en gezegd, die bus mag je niet inzetten. Er zijn dus ook criteria gekomen van hoe die bus eruit moet zien voordat je kinderen kan vervoeren. Maar we moeten sterker optreden. Dat ben ik wel met u eens. Gewoon strakker optreden, contracten opzeggen. Levens merkt verder op dat de bedoeling is dat kinderen ten alle tijde veilig moeten zijn tijdens schooluren. De minister sprak ook over commentaar dat geleverd wordt op het beleid van het Onderwijsministerie. Ze stelt dat ze open staat voor commentaar. Nou, ik vind het aangenaam als mensen kritiek leveren op ons werk. De reden waarom is, wie moet me anders vertellen dat het niet werkt? Dus als mensen commentaar leveren, lees ik het ook laat me zeggen, heel zorgvuldig. Soms bellen we ze zelf op van, wat bedoel je precies? Omdat ik wil weten wat niet werkt en ik wil weten wat wel werkt. En alleen dan kan ik het verbeteren. Minister Levens geeft tenslotte aan dat sinds haar aantreden er wel degelijk veranderingen zijn doorgevoerd nadat er commentaar is geleverd vanuit de gemeenschap, wetenschappers en politici.